Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er trekken wolken over Nederland, tussendoor felle opklaringen. En die wolken leveren ook behoorlijke pittige buien op met een winterskarakter. Daar kan natte sneeuw bij zitten en ook zelfs wat droge sneeuw, hagel. Het kan lokaal even glad zijn. Tussen de buien door loopt de temperatuur geleidelijk op tot een paar graden boven nul. En vanmiddag is het 5 of 6 graden. Verspreid over het land een paar winterse buien, maar ook opklaringen met zonneschijn dus. En een matige wind uit het noordwesten, kracht 3 tot 4. Voor vanavond weinig verandering wat wind betreft, de buiigheid beperkt zich steeds meer tot het noordelijk kustgebied en de temperatuur daalt al snel tot dicht bij het vriespunt. In de nacht vriest het een paar graden en kan het lokaal weer glad worden. Morgen dan in het uiterste noorden langs de Wadden misschien nog een bui, verder is het droog en de zon schijnt geregeld bij 4 of 5 graden en weinig wind. Eerst zuidelijk, later zoekt de wind de oost- tot noordoosthoek op. En in het weekeinde trekt de wind dan ook flink aan. Van matig tot vrij krachtig wordt de wind. En de 5 graden op de thermometers voelen dan ook heel anders aan. Het is wel droog, de zon schijnt geregeld. Maandag weinig verandering, ook dan vrij veel zon en vrij veel wind. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.